In welk van de vier levels zit jij? En dan zeg je, Max, wat bedoel je met vier levels? Ik bedoel de vier levels van waarde. Ik zie veel, te veel mensen niet weten wat ze aan het doen zijn, heel erg graag het resultaat willen uit level 2, 3 of 4, terwijl ze zich bevinden in level 1, terwijl ze zich gedragen als een level 1 persoon, en terwijl ze de arbeid leveren en verrichten, wat je alleen maar terugziet in level 1. Ik zal ze met je doorlopen. Level 1 gaat over fysieke arbeid. Het fysiek met je spieren werken en uh, zeg maar het fysieke arbeid leveren om iets gedaan te krijgen. Als je in level 1 zit, zal je aan de minimale kant minimumloon verdienen. Dus je werkt bij de McDonald's of wat dan ook. En zul je maximaal 80.000 euro per jaar verdienen. Als je bijvoorbeeld een monteur bent bij Bentley of Rolls-Royce. of misschien ook wel Volvo of Volkswagen. Maar je zult nooit meer verdienen als dat bedrag. Want je kunt op een gegeven moment niet meer uren werken. Oké, okay, dan hebben we level 2. Wat houdt level 2 in? Dat je niet zelf fysiek het arbeid levert. maar dat je een groep met mensen aanstuurt. die die fysieke arbeid leveren. Dus je bent bijvoorbeeld een manager. Het kan zijn in een hotelketen, het kan zijn in een restaurant. Kan zijn in een andere organisatie, maar je zult als manager nooit boven een bepaald bedrag uitkomen van bijvoorbeeld 250.000 euro per jaar. En aan de lage kant zul je ik weet niet, 50, 60, 70.000 euro verdienen als je manager bent van een, bijvoorbeeld een McDonald's of zo. Ik weet niet of het zo is, maar ik kan me ongeveer zo voorstellen dat het in die categorie zit. Oké, okay, dan hebben we level 3. Level 3 zijn de ondernemers, de zelfstandig professionals, de ZZP'ers. Die mensen zullen, wat we zien uit onderzoek, nooit meer verdienen als een bepaald bedrag. Er zijn heel weinig ZZP'ers, zelfstandig professionals, die bijvoorbeeld meer als een miljoen draaien. Want het is fysiek gezien niet haalbaar. Zeker als je een he, fysiek of een product of een dienst levert, wat afhankelijk is van jouw tijd en aanwezigheid. Dus op het moment dat jij, zeker als je tijd verkoopt, dan zul je nooit boven een bepaald bedrag uitkomen. Nou, wat is dan het verschil tussen level 4 en level 3? Dat is een ondernemer die een systeem heeft. Op het moment dat jij een systeem hebt, wat door blijft draaien, ook al ben jij niet aanwezig, wat ook geld en omzet genereert terwijl jij ligt te slapen, dan kun je dus door dat glazen plafond heen breken en door die Omzetlimiet of omzetgrens heen gaan. Ja, dus wil jij nou de resultaten uit level 4? En begrijp me niet verkeerd, er is niks mis met level 3. Wat in mijn beleving het enigste probleem is uit level 3, is het feit dat mensen te veel en te hard werken en te weinig tijd over hebben om te genieten. En dat is het voordeel van level 4: is dat je. Meer resultaat, meer rendement, meer mensen van dienst bent, meer omzet genereert. Dus dat is natuurlijk super. Maar wat nog veel interessanter is, is dat je ook de tijd en gelegenheid hebt om daarvan te genieten. Om tijd door te brengen met je dierbaren, om je passies te beleven en wellicht ook om bij te dragen aan hetgeen dat jij belangrijk vindt. Dus kijk in welk level zit ik nu en in welk level zou ik willen zitten? En ga op basis daarvan een keuze en een plan maken om bij jouw gewenste level te komen. Ik wens jou heel veel succes.